Uit onderzoek van de PZC blijkt dat er de afgelopen anderhalf jaar al zeker 21 raadsleden voortijdig zijn gestopt. Dat is bijna net zoveel als over de gehele voorgaande raadsperiode van 2006 tot 2010 bij elkaar. Een van deze raadsleden is Lian Colijn Ventevogel van de SP. Vanaf half november stapt zij om privéredenen uit de raad. Met name de oudste krijgt steeds meer huiswerk. En ik wil gewoon niet de moeder zijn die af en toe het vlees komt snijden. Volgens het SP-lid is de afgelopen periode ook een stuk zwaarder geworden. Dat komt mede door het nieuwe kabinet. En zeker, SP is heel laagdrempelig. Dus mensen komen continu met de meest uiteenlopende problemen naar ons toe. En dat is wel wat het nu heel erg zwaar gaat maken. De Hogeschool Zeeland wil volgend studiejaar beginnen met een vierjarige hbo-opleiding pedagogiek. Volgens de HZ is behoefte aan pedagogen in de regio. De HZ denkt met de nieuwe opleiding in het eerste jaar ongeveer 35 studenten te trekken. Het ministerie moet de plannen voor de opleiding nog goedkeuren. In de drukkerij in Middelburg werd vandaag de Good and Green Guide Holland gepresenteerd. Middelburg is de enige Zeeuwse gemeente die in deze duurzame reisgids voorkomt. Het bijzondere van de Good and Green Guides is dat eigenlijk voor het eerst nu consumenten in grote steden heel makkelijk hun weg kunnen vinden via een reisgids naar alle duurzame adressen die met respect voor mens en milieu werken. Mijn eerste indruk is dat het boekje er heel mooi uitziet. Het is mooi van kleurweergave, er staan herkenbare plaatjes in. Middelburg is heel duidelijk uitgebeeld. Ik weet hoe lastig het is om een boek uit te geven. Ik heb zelf ook ooit wel eens een boek mogen uitgeven. En dit ziet er gewoon perfect uit. Van Middelburg staan er verschillende zaken in. Je moet denken aan tweedehands winkeltjes, reparatiewinkeltjes, maar ook vegetarische restaurants. Het zou zomaar kunnen dat als eind november de nieuwe Michelin-gids verschijnt, restaurant Interscaldes in Kruiningen daarin van 2 naar 3 sterren is geklommen. En de Kromme Watergang in Hoofdplaat van 1 naar 2. Ook zou Pure Sea in Katzandbad, het restaurant van Sergio Herman, wel eens een ster kunnen krijgen. Die verwachting spreken sterrenchefs uit in een enquête die is gehouden door restaurantvergelijker alletoprestaurants.nl.